bij het volgende deel van Zomertruitje Maïra. En zoals je kunt zien heb ik inmiddels al het hele voor- en achterpand helemaal rondom gehaakt. En ben ik nu verder gegaan met het vormen van het armschat en zeg maar het lijfgedeelte. En ik heb voor het gemak de achterkant ook hoger als het voorpand. En dan kan ik je wel zeggen... waarom ik voor deze steek gekozen heb, dat is in principe het vorige truitje wat we gemaakt hebben. Dat heb ik jullie haken, laten haken met tussenstukjes van 5 lossen, zodat je gewoon rond kunt blijven haken. Deze steek die leent zich uitstekend om ook gewoon heen en weer te haken. Dus we hebben hem nu rond gehaakt, maar je ziet nu niet dat ik hier heen en weer ben gaan haken. Je ziet geen enkel verschil. Dus op zich is dat best wel handig, want vanaf het armschat haak je dus het voor- en het achterpand apart af, zoals je kunt zien. Ik heb hier voor mijzelf wat meer ruimte gelaten. Ik heb hier 4 figuurtjes, 1, 2, 3, 4 tussen gelaten. En ben toen verder gegaan met het vormen van mijn armschat. En daarna ben ik verder gegaan met het afmeten op mijn eigen maten. Van de afmeting van mijn armschat, zeg maar. Dat heb ik natuurlijk aan de andere kant, moet ik dat nog gaan doen. Ik heb het wel al afgemeten, zoals je kunt zien. Het voorpand, dat heb ik al af, dus ik moet alleen nog hier het achterste stukje. En dan is voor- en achterpand meteen klaar. Je kunt voor jezelf bepalen 1, 2, 3, 4, 5... 6. Ik heb aan de voorkant mijn hals, daar heb ik 6 van die bloemetjes heb ik opengelaten. En de rest heb ik dus gevormd hier met mijn met het schoudergedeelte, zeg maar. Je moet het zelf even bepalen, de bovenkant. Ik kan niet zeggen van, je moet dat zus of zo doen. Je moet het gewoon even kijken van, hoeveel van die bloemetjes heb ik. Ik heb er hier 4 opengelaten. Dus, en hier 4. Dus die trek ik van het totale. Dat trek ik af. Dan heb ik dus een getal over. Bijvoorbeeld, ik noem even iets. Het zegt niet dat het klopt. Dat ik 100 van die bloemetjes heb. En daar trek ik dus 2 keer 4 van die bloemetjes af. Dat is 8. En dan die 100 min die 8 is 92. En dan weet ik dat ik aan elk... elk pand, dus die 92 deel je dan weer door 2 en dan kom je op 46 uit. Dus je moet 46 van die bloemetjes aan de voorkant en aan de achterkant hebben. En dan heb je precies het midden van je mouw, dus de zijkanten. Dan ga je natuurlijk berekenen van hoe breed wil ik mijn schouderbandjes. Dat bepaal je zelf. Wat ik wel gedaan heb, ik heb 2 centimeter lager gehaakt, want het patroon is natuurlijk nog niet af. Dus hier komt nog een rand aan. Dus als je hem nog helemaal doorhaakt tot de maat die wat je hebt, ja, dan kom je dus niet verder met mijn truitje, want dan heb je te ver doorgehaakt. Dus zorg ongeveer dat je een 3,5 centimeter lager blijft als dat de bedoeling is. Onthoud dat. Dus je moet 3,5 centimeter lager blijven als dat het is. Want hier komt nog een rand overheen. Deze. Dus dit is ook veel lager bij mij als dat de bedoeling is. Alleen dit heeft wel de lengte. Maar dit is lager. Goed, voor meer duidelijkheid heb ik een geschreven patroon in of beschikbaar voor leden van mijn YouTube kanaal. Dus niet de abonnees. Je kunt tegenwoordig namelijk ook een lidmaatschap krijgen bij mij op het YouTube kanaal. Dankzij YouTube. En voor 1,99 per maand kun je dus van al mijn truitjes kun je het geschreven patroon krijgen. Dus als ik 3 truitjes per maand zou maken. Dan heb je 3 geschreven patronen voor 2 euro per maand. Dus... ik bedoel, voor 1 patroon 2 euro van zo'n truitje, inclusief video uitleg, is ook heel goedkoop. Je kunt uiteraard je lidmaatschappen uitbreiden, dus bijvoorbeeld naar 4,99. En dan heb je weer meer toegang. Je moet maar eens kijken hier op de, aan de bovenkant van het kanaal. Daar staat lidmaatschappen.
of daar staat een knop lid worden. En dan kun je dus lid worden van 1,99, 4,99 of 9,99. En de meest uitgebreide versie geeft meteen toegang tot onze online haak- en breiclub Creatief met Haken. Waardoor je dus toegang hebt tot alle patronen die wat nu in de patronenbibliotheek staan. Alle steken, haaksteken, breisteken, breipatronen, haakpatronen. Al onze cursussen, noem maar op. Dus dan hoef je helemaal niks meer te missen. Al onze kalden kun je gratis aan meedoen. Noem maar op. Dus je kunt het lidmaatschap nu via YouTube nog uitbreiden ook. Dus wil je alleen maar de geschreven patronen hebben, dan ben je met 1,99 het mannetje of het vrouwtje per maand. En dan kun je zoveel patronen in PDF krijgen van mij als dat je wil. Zolang het nu de nieuwe video's betreft. Goed, voor nu ga ik dus nu eerst het mousegat maken. Goed, laat ik jullie zien hoe je dit het beste kunt minderen. Dus je bent bijvoorbeeld hier geëindigd. En dan maak je gewoon die drie lossen. 1, 2, 3. Want ik weet niet welk figuurtje dat je eindigt. En dan ga je hem gewoon afhechten. En in plaats van dat je hier nu drie puffs maakt, maak je er nu maar twee. Dus wil je een uitgebreide uitleg, dan is een lidmaatschap op ons YouTube kanaal te adviseren. Voor 1,99 per maand krijg je dus de geschreven patronen van de geschreven delen van de nieuwe truitjes vanaf nu. Heb je er twee en dan ga je wat door met het hele patroon. Dus je volgt nu alleen maar zeg het het mousegat. En dan ga je gewoon door met het hele patroon. Dus je ziet, dit loopt nu scheef. Zie je? Het is natuurlijk gemakkelijker uit te leggen aan de hand van een schema. En dat schema dat staat natuurlijk ook in het geschreven patroon. En op deze manier kun je jezelf natuurlijk van alles duidelijker maken. Want er is veel vraag naar de geschreven patronen. En ik kan me dat al voorstellen, de een die kan alleen maar haken middels video's. En de ander die haakt het liefst in combinatie met geschreven patronen en met video's. Het maakt allemaal niks uit. Als jullie maar een mooi truitje kunnen haken. Dus hoe je eraan komt, maakt op zich weinig uit. Blijf je gewoon de normale abonnee van ons kanaal, dan zul je het helaas moeten doen met alleen de video's. En dat is een keuze die je natuurlijk zelf maakt. Maar het is dat jullie het maar weten. Vanaf nu zijn dus ook de geschreven patronen beschikbaar voor degene die wat lid is van mijn kanaal. Zo. Dit is dan deze kant. Aan de andere kant doe je in feite precies hetzelfde. Even kijken, dan haal ik er één weg. Dan heb je er ook twee aan de andere kant. Dus dan krijg je precies hetzelfde. Dan maak je een dubbel stokje. Je zet hem in die vaste. En je haakt hem af. En daardoor zit je dus meteen hier weer terug. En ga je weer verder met het normale patroon. En dan kun je ook zien dat je vanzelf mindert in, want ik ben dus nu gedraaid. En je zult ook zien dat je niets, kijk. Je ziet het verschil niet tussen het patroon, maar je ziet nu wel dat je aan het minderen bent. Zie je? En dan loopt het patroon, dat loopt keurig af. En dat doe je aan de andere kant natuurlijk ook. Ik zal hem even afmaken. Dus het armsgat, die buiging, die maak je zo breed en zo smal als dat je zelf wil.
Iedereen draagt haar of zijn truitje altijd zoals je dat zelf wil hebben. 1, 2, 3. Ik bereken ook nooit steken voor mijn truitjes. Ik pas alles aan op mijn eigen maat. Nogmaals, dat heb ik jullie al gezegd. Goed, ik ben hier aan het laatste. En ik wil natuurlijk nog schever gaan. Dit was mijn laatste steek. Dit was de eerste, dus ik steek hem nu hier in die middelste steek. En ik haak mijn stokje af. Dan ben ik vanzelf hier geëindigd. Je ziet dat ik nu nog schever ga. Ik draai hem. 1, 2, 3. In de middelste. En dan maak ik weer 2 van die puffs. En dan zie je ook meteen wat ik bedoel. Het gaat hoe langer hoe schever. Maar je patroon, dat loopt gewoon keurig toe. Zie je? Dus je bepaalt zelf hoe scheef dat die wordt. Uiteindelijk ga je dan bepalen van wat wil je verder met het truitje. Dus die rand die komt er nog aan. Dat wordt uitgelegd in een volgend videodeel. Dan kun je zelf bepalen van oké, ik wil hem zo dragen zoals die nu is. Dus in de vorm van een hemdje. De videoserie die gaat gewoon verder, want ik ga hier nog een driekwart mouwtje of een half mouwtje aanmaken. Dat moet ik nog even kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik neem hier straks de steek weer op en ik ga nog mouwtjes aanmaken. Dus houd er rekening mee. Dit is veel lager als dat de bedoeling is. Dit is ook veel lager als dat de bedoeling is. Deze is ook 2 tot 4 centimeter lager als normaal, want hier komt die rand nog aan. Dus meiden, ik wens jullie veel succes met het afhaken van deze video. Je kunt ook zien dat je het patroon keurig aan elkaar kunt zetten door gewoon de steekjes aan de voorkant keurig met een dunne naald vast te zetten. En je ziet niet uiteindelijk, ja, aan de onderkant kun je het zien dat die hier aan elkaar is gezet. Maar qua patroon loopt het gewoon keurig door aan de bovenkant van je schouder. Dus ook dat is probleemloos opgelost. Ik wens jullie veel succes. En ik zou het hartstikke fijn vinden als jullie lid worden van mijn kanaal. Waardoor jullie zelf als dank veel meer mogelijkheden hebben om aan geschreven patronen en aan hulp te komen. Maar dat kunnen jullie zien bij de knop lid worden naast de rode knop van abonneren. En dan kunnen jullie zelf bepalen welke service jullie willen krijgen van Creatief met Haar.